van deze Scrapbooking Memories. En vandaag ga ik tonen hoe ik een kalendertje heb gemaakt om mee te doen aan de wedstrijd van het hobbysalon in Hasselt. Ik ben begonnen met een cornflakesdoos op maat te snijden. En ik heb dat gewoon gedaan met mijn Martha Stewart snijmachine. Ik heb eerst gezorgd dat ik mooie rechte randen had. En dan ben ik denk ik gegaan voor 4 inch op 3 inch. Ja, dus 4 inch breed. En acht inch lang. En dan heb ik twee grote vlakken van 3 inch en één van 2 inch. En omdat ik vergeten was om nog een verbindingstukje eraan te laten, heb ik dat extra afgesneden. En dat heb ik gewoon gedaan door een smal strookje af te snijden. Even breed als de kalender gaat zijn. En dan dat met een vouwlijn geplooid. Dat ribbeltjes ding, dat is de scoringboard van Martha Stewart. Dat is om vouwlijnen te maken. En dat kun je dan ook heel precies doen op de lijn. Ja, en de ribbeltjes. Met afmetingen. Die rode tape, dat is een hele sterke tape, maar ik weet niet meer juist van welk merk. Dat is wel de beste wat ik heb. Die is heel sterk, die lost echt niet meer. Het is ook een hele dikke tape. Misschien daarom dat die juist zo sterk is. Sorry dat ik buiten het beeld ben. Ik heb daar blijkbaar niet echt zo goed op gelet. Oké, nu heb ik dan met het tussenstukje alles aan elkaar vastgemaakt. Nu ga ik zorgen dat ik het mooi inpak. Dat doe ik weer gewoon door het allemaal op maat te snijden. En dan weer de vouwlijnen te maken. Hier heb ik wel gedacht aan een stukje extra te laten. En dan is het gewoon een kwestie van aan alle randen en een klein beetje in het midden lijm of tape aan te brengen. En dan, net als wanneer je een cadeautje inpakt, hè, zorg dat alles mooi bedekt is. Ik heb voor allemaal herfstkleuren gekozen, omdat het de opdracht was om een oktoberkalender te maken. Dus het is geen volledige week per week of maand per maand kalender. Het is echt specifiek van één maand. Dus het zijn allemaal herfstkleuren. En ik wilde dan zo'n soort van Rolodex maken van elke dag van de maand. Oktober. Ik heb gekozen voor een combinatie van de tape, wat ik al gebruikt heb, en vloeibare lijm in het midden.
Dat vond ik, ja, de vloeibare lijm heeft iets no tijd nodig om te drogen. En in combinatie met de tape wist ik dan dat het echt niet meer zou loskomen en dat het overal mooi gestroomlijnd zou zijn. Nu ga ik langs de randen ook nog washi doen, zodat alles mooi afgewerkt is. In de hoekjes heb ik ook kleine inkepingjes gemaakt met de schaar, zodat de washi mooi gestroomlijnd vastkleeft, zodat er geen rare hoekjes zouden zijn. Dat is een kniptang wat gaatjes perforeert. En daarmee maak ik dan de twee gaatjes van boven. En dan haal ik daar dan twee ringetjes door voor mijn Rolodex te creëren. Hier zie je mij de ringen vastmaken. Dus even wringen om het dikste stuk erdoor te krijgen. Maar eens het dikste stuk erdoor zit, is eigenlijk het moeilijkste van deze. Ja, dit gedeelte, het ineensteken van de basis en de ringen erdoor krijgen is het moeilijkste van heel het proces. De rest is eigenlijk gewoon kaartjes op maat snijden en versieren. Zo, en nu ga ik beginnen met de kaartjes op maat te snijden. Dat doe ik met gewoon restjes papier. En 6 inch op 6 inch papier. Blokjes heb ik daarvoor gebruikt. Allemaal in herfstkleuren. Een goede, ja, zo'n kalendertje is wel iets goed als je restjes wilt gebruiken. Heb je mij al 2 meters op maat zien snijden? Dat is de derde. Ook allemaal gewoon 3 inch of 4 inch. En blijven snijden totdat dat stukje papier op is. En dan op naar het volgende. Dat zijn al mijn bruine restjes. En nu op naar, voilà, nu zijn alle kaartjes gesneden. Nu ga ik kijken waar dat ik mijn gaatjes moet maken. En ik maak met mijn nagel een inkeping van waar dat dat moet komen. En dan met mijn tang maak ik dan de gaatjes op die plaats. Ik zet de ringen open. En ik ga eens proberen of dat dat juist zit. Zoals je ziet heb ik alle kaartjes gemengd, zodat ik niet zelf de kaartjes op elkaar volgend heb. Dat het een schone mix is van verschillende kleuren. En ik gebruik het eerste kaartje, dat met de gaatjes, als voorbeeld voor de rest. Nu doe ik nog één per één, maar naarmate dat ik vorder, ga ik er toch meerdere tegelijk pakken, omdat ik anders veel te lang ga bezig zijn. Ik laat even zien hoe ik het gedaan heb en
Ja, dan ga ik daarna weer een deel skippen, want anders zou het veel te saai zijn om naar te kijken. Want het is eigenlijk een proces van continu hetzelfde te doen. Zo, de gaatjes zijn gemaakt en dan begint nu het versierwerk. Ik begin met een stukje washi als basis. En nu heb ik gezorgd dat ik dan overal een geponste cirkel heb. Ja, ik begin met het titelkaartje. Daar is gewoon washi. Een sticker van oktober. En nog een mooi papierstrookje. Dat is eigenlijk gewoon een branding strip, noemen ze dat. Ik kom niet op de Nederlandse naam, sorry. Daar staat de naam van het merk op en de barcode van dat vel papier. En de andere kant is vaak ook versierd. Zodat je het toch nog kunt hergebruiken en het gewoon een mooi strookje is. Dit is een fussy cut postzegel wat ik erop geplakt heb. Dat is een vel met allemaal postzegels. En nu wil ik nog een herfstblaadje erop als extra versieringske. Die herfstblaadjes heb ik gewoon uitgeponst. Ook weer een manier om je restjes te verwerken. Ik heb twee verschillende bladpontjes gebruikt als decoratie. Die gefussycutte postzegels, washi tape en strookjes papier. Zo, dat was mijn titelblad. En nu ga ik dan met mijn stempelset de cirkeltjes stempelen op gewoon effen papier en zwarte inkt, zwarte memento inkt. Dat is hele goede inkt als je ook afbeeldingen wilt inkleuren. Dan stempel je eerst met memento en dan kan je alcoholmarkers gebruiken. En door de memento blijft alles mooi binnen lijntjes. Tenzij je echt buiten de lijntjes gaat kleuren. Maar de inkt zal niet uitbloeden, bij wijze van spreken. En nu ga ik alles stempelen zoals je ziet. Zodat ik nummertjes heb van 1 tot en met 31. En dat doe ik dan in verschillende. Ja, hier ben ik nog allemaal op hetzelfde papier bezig, maar naarmate dat ik vorder ga ik merken dat het toch leuker is om ook de cirkeltjes van het patroon te laten variëren. Ik zorg ook dat ik een journaling blokje of een schrijfblokje heb op elke pagina, zodat als er nog iets is waarvan nota wat je wilt aanbrengen, dan kan dat. En ik heb ook een strookje aangebracht op elk blad met de dag. Even puzzelen waar ik het wil hebben. En zo ga ik dan verder voor elk pagina of elk papiertje uit mijn Rolodex. Dit was de eerste, op naar de tweede. Ik heb ook een embossing folder gebruikt voor sommige van die effen blaadjes om ze nog minder saai te maken. Nog niet bij deze, maar dat heb ik wel gebruikt. Bij deze hoefde ik geen journalingblok te doen, want hier was de achtergrond eigenlijk al genoeg ruimte om op te schrijven. En ik heb gewoon rechtstreeks op de achtergrond dag gestempeld.
En dan nu dat postzegelpapier waar ik het over had, waar ik bij het restje gewoon de postzegels gefussiekut heb. Zo ga ik door totdat alle kaartjes gedaan zijn. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en interessant. Wie weet proberen jullie het zelf wel eens. Ik heb met deze kalender ook een prijs gewonnen. Een mooi boekenpakket waar ik heel blij mee ben. Dank u daarvoor. En laat me weten wat jullie ervan vinden. En als er vragen zijn, stel ze dan gerust. Dan hoop ik dat jullie nog een fijne dag hebben verder. En ik wens jullie allemaal het allerbeste. Abonneer en like als jullie het leuk vonden. Dan worden jullie op de hoogte gehouden van de volgende filmpjes. Daag!